Dan zegt de merel net van... Ja, nou, jij bent de enige die niet naar me toe is gekomen naar DJ en wat je ervan vond. Ik zei, merel, vind je het gek? Moest kijken wat ik na de Hollandse avond allemaal naar mijn hoofd geslingerd heb gekregen. Ja, maar iedereen kwam op het podium ook naar me toe om te zeggen hoe of wat. En als ik daar iets over wil zeggen, dan ga ik dat niet even tussen neus en lippen doordoen. Want ik was wel... Ik vind het allemaal prima. Maar hoe die gespeeld wordt, ik... Ik ben het er niet mee eens. Nee. Nogmaals, vrienden moeten achter elkaar staan. Ja. En niet elkaar kapot maken of zwart maken of weet ik veel wat. En daar heb ik geen zin in. En als het op die manier gaat, dan trek ik mijn eigen conclusies eruit. En dan ga ik ook andere dingen doen. En dan kun je heel veel hier hebben betekend, heel veel hebben gedaan. Maar dan flikker je maar naar je op. Want als zo het finale spel wordt gespeeld, dan ben ik er klaar mee. En dan nou goed. Dan ga ik mijn eigen dingen doen. En dan kan men ervan vinden wat ze ervan vinden. Maar. En ik maak er geen vrienden mee, dat weet ik 100% zeker. Maar dat flik je me niet. Ik heb mensen om minder weggestemd. En ik van ja, bijvoorbeeld Alex. Hartstikke lieve vrouw. Ja. Ja, dat is zeker waar. Hard op de goede plek. Ja. Ik heb het gisteren met Istro over gehad. Ik was er verbaasd van dat ik als enige een positieve stem aan Lex heb gegeven. Ja. Wie zijn haar vrienden dan? En dan de klopt. Week daarvoor is het precies contra, heb ik met de show over gehad. Ja. De week daarvoor geeft Frenny haar stem aan Milène omdat het een vriendinnetje is en dat ze hier moet blijven. Zeg maar, weet je. En nu geeft ze hem op... om Milène om hier te houden. Milène wil doorgaan naar huis toe al weken. Mm. Ja. Wat zijn we aan het doen? Ik kan daar niet tegen hoor. Echt. Nee. En bijvoorbeeld Alex, ja, die stond er ook alleen voor. Ja. En heel eerlijk gezegd, ik heb mijn eigen plan er ook uit getrokken. Van, ja weet je, ik kijk naar de finale van joh, wie heeft hier het langst gezeten, enzovoort, enzovoort. Ik bekijk het helemaal niet tactisch van, Alex is goed voor mij bij de finale, want enzovoort, enzovoort. Nee, ik kijk heel sec naar die laatste vijf en denk van ja, daar horen andere mensen in thuis. En... Misschien... Ja, maar dat had ik ook al lang weg moeten. Daarom. Tuurlijk. Ik ben hier als kortste. Mm-hmm. Van iedereen. Ja, er zit wel dan ook een andere afweging natuurlijk in. En dat is zeker ook zo. Maar dat is ook, andere mensen hebben daar ook andere invloed op. Je kan daar niet alleen Gerrit op aanspreken. Nee, zeker niet. Nee, doe ik ook niet. Ja, okay. Doe ik ook niet. Nee, ik spreek daar Gerrit helemaal niet op. En heel eerlijk gezegd, Lex heb ik vorige keer ook opgestemd. En dat is absoluut niet dat ik haar een verschrikkelijke vrouw vind. Zelfs een tegendeel. Nee. En uiteindelijk denk ik ook dat... Je kan ook wel, maar... Ik zit er wel over na te denken om andere keuzes te gaan maken. En wat de uitkomst er ook van zal zijn. Het kan mijn kop kosten. Het kan iemand anders kop kosten. Maar als het zo gespeeld wordt, ja... Maar dat begrijp ik ook wel. In dat opzicht begrijp ik heel goed. Want ik heb hier geen zin in om hier nog 30 dagen te zitten en dan alleen maar geblackmailed te worden. Heb ik helemaal geen zin in. Nee, maar dat verdien je ook niet. Dat verdien je absoluut niet. Wat ik altijd heb gezegd van, nou, ik wil in de finale staan met mensen die het elkaar gunnen. Ja. En als er één iemand is die het mij niet gunt, dan is dat Jesse wel. Want die gunt zichzelf het en met een heel klein beetje geluk en met heel veel pijn en moeite, dan komt Merel ook nog aan bod. En daar heb ik geen zin in. Want ik gun het hem wel. Of ik gunde het hem wel. Mm-hmm. En ik verwacht dat ook terug. In ieder geval van een vriend. Ja. En ik krijg daar nul respons op. En als ik dan dat hele gesprek met hem heb. Ja, je bent geen partij voor mij. En oh nee, daar hoef ik niet bang voor te zijn. Enzovoort, enzovoort. Dan denk ik van... Nee hoor, je hebt net zo goed recht als een ieder. En dan zit ik al die dingen terug te halen wat Jesse allemaal gezegd heeft. Ook bijvoorbeeld tegen een Lex. Dat Lex op dat strand staat om haar stem te doen. En ze van, luister Jess, ik heb ook een moeder. En ik wil ook heel graag met haar naar Amerika. Daarom zou ik die pot ook heel graag willen winnen. En dan krijgt ze de volle laag van Jesse van... Ja, wat dacht je dan van mijn moeder? Blap. Dan denk je van... Jezus Christus, heb je totaal nul inlevingsvermogen in een ander? Iedereen heeft zijn wensen, doelen, idealen. Wat hij buiten ook wil doen. En dan denk je van... Jezus, ben jij zakelijk sect en niet persoonlijk? Je hebt geen inlevingsvermogen. What the fuck, waar ben jij mee bezig?
Je moet het iedereen willen gunnen. Ondanks wat hij hier doet, of weet ik veel wat. Of mensen die hier langere tijd zitten, die zitten hier ook niet voor niks zo lang. En dan denk je van ja, hoezo kun je mensen dat niet gunnen? Of in ieder geval dat je dat begrijpt, dat andere mensen daar ook anders over denken. Dat snap ik niet. Mm-hmm. En meneer die hemelt zichzelf maar op en die zet zich maar op de eerste plaats en laat maar zien, oh no. En maakt zijn eigen prijs. En dan benoemt hij ook 10 keer van, ja nee, is van de boot gemaakt. Boot is voor mij. En de kist, ja die is ook voor mij. Dan denk ik van, Jezus, godverdomme, wat ben jij een stakker, man. Echt een fucking stakker. Och, en vindt iedereen het leuk om een schilderingetje erop te maken? Ah, flikker op, joh. Kijk. Dwaas. Daar word ik zo moe van. En dan heb ik hier ook nog altijd geroepen van, ik zal nooit op ze stemmen. Nooit. En daar heb ik misschien te voorbarig over uitgelaten. Want natuurlijk weet je ook nooit hoe de hele situatie gaat lopen. En had ik daar altijd wel goed vertrouwen in. Van dat komt wel goed en zij zullen nooit mij tekort doen om in dat opzicht. Want ik denk dat het ook... Op die basis maak je die keuzes, dat is zeker waar. En mocht ik ooit een andere keuze maken, dan sta ik wel weer voor Jan Lul. Want ik heb wekenlang geroepen van ja, ik zou dat nooit doen. Nooit niet. Ja. En uiteindelijk, ja... Maar ben je kan daarop terugkomen. Ja, en dat weet ik ook. Dat gaat om je eigen gevoel, hè? Ja, en dat weet ik ook wel. Alleen, ik had die keuze voor mij echt helder en duidelijk gemaakt. En daar wou ik ook niet op terugkomen. Want dat is zo, deze situatie is zo. Had ik heel goed over nagedacht van jongens, wat er ook gebeurt, het is goed. En ik wil met jullie in de finale staan. Maar als het op deze manier gaat, heb ik daar geen zin in. En dan denk ik van, joh, dan gun ik het mensen liever die daar veel netter in staan. Of in ieder geval dat, hè, bijvoorbeeld een Brendan. Nou, dat vind ik in principe, ik heb persoonlijk niet heel veel met die jongen. Heb ik niet. Maar ik vind het wel een toffe dude. Hè? Hij is gewoon lekker zichzelf, lekker neutraal, lekker. Het boeit hem allemaal niet zoveel en hij ziet het allemaal wel. En zelfs Brendan, die zegt positieve dingen over mij. En als ik dat dan even een beetje terugkoppel op mijn vrienden. Die zit hem alleen maar zwart te maken. Nou, dan kan ik het nou allemaal even niet meer beseffen. En dan ben ik echt heel erg in de war. En dan weet ik helemaal niet hoe ik met deze situatie om moet gaan. En deze situatie is ook uniek en die hebben we nog nooit meegemaakt. En ik weet het gewoon even niet. Maar ik denk dat je sowieso met Jesse moet gaan praten over alles. Ik zou wel... Als ik jou was, en daar ben je goed genoeg in, om daar gewoon open kaart over te spelen wat je vindt, hoe zij jou nu behandelen. Ja. Ik zou dat wel Maar weet je, kijk... En hoe heb je daar geen zin in eigenlijk? Nou, ik heb er wel zin in, maar ik ga niet het gesprek aan om het maar allemaal weer te lijmen. Want laat ik heel eerlijk zijn. Je doet niet voor niks zo. Nee, dat is zeker waar. En dan kun je iemand aanspreken op zijn gedrag. En dan kan hij zeggen van ja, maar zo is het niet bedoeld. En ja, ik ben misschien wat te hard geweest. Al dat geneuzel allemaal, daar heb ik geen trek in. Maar er zijn gewoon best wel hele harde woorden vanuit eigenlijk. Jullie hebben eigenlijk alleen maar de afgelopen tijd ruzie met z'n mensen. Ja? Ja, en dan worden... Ja, dus en daar eigenlijk... Ja. Alleen het nadeel is wel, je moet er ook over nadenken. Je hebt ook nog een carrière met z'n tweeën buiten. En een paar singles gereleased. Ja. Het is een hele complexe situatie. Ja, dat weet ik. En uiteindelijk, ik zit hier, ik zit nu in Utopia. Dit is wat ik nu moet doen. Ja. En dat is ook het dilemma waar ik mee zit. Ja. Ik denk van ja, aan de ene kant denk ik van joh, lekker rot even naar eind op. En ja, zo maar je moet altijd ook jezelf niet vergeten. En dat doe jij vaker. Ja, dat weet ik. Ja. En dat is ook het hele dilemma waar ik mee zit. Van, ik kan het nu zo, ik kan voor de makkelijke weg kiezen. Zo hoe jij de afgelopen maand hebt gedragen, ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. En dan zou ik mezelf een beetje gepiepeld vinden. Want ik vind dat jij net zoveel kans hebt op die titel. Dat ik net zoveel kans op die titel heb. En ik weet al waarschijnlijk precies hoe het gaat lopen. En dat uiteindelijk meneer wel met die titel er vandoor gaat. En niet omdat hij fantastisch is. En dat hij de redder in nood is geweest. Dat hij hier alles heeft gerokt, om zo maar te zeggen. Maar omdat hij ook een aanhang heeft gecreëerd. Omdat hij heeft een gigantische voorsprong. En dat ben ik, en dat zei ik al vanaf het begin toen hij hier met het bootje binnenkwam.
Het is oneerlijk. En dan denk ik van, Jezus, wij zitten hier vanaf het begin in Utopia 2. En dan zullen wij dat aan onze neus voorbij laten gaan. Dat zou ik belachelijk vinden. En wat is je plan dan? Ja, dat weet ik niet. Ik ga sowieso nog even met Jess praten. En dan ga ik nog eens even kijken hoe en wat. En dan ga ik echt even vragen van, joh, wat bezielt jou op dit moment? Om zo te doen. En dan trek ik mijn eigen conclusies eruit. Oh, Brenda staat daar. Wat is er? Dat weet ik niet. Dan trek ik mijn eigen conclusies eruit. En ik ga niet het gesprek aan om dat allemaal te lijmen en weet ik veel wat. Ik ben heel erg benieuwd naar zijn motivatie waarom dat hij allemaal zulke dingen zegt. Kan niet. Weet je, je kan van alles denken, je kan van alles... maar ik ben er gewoon heel erg van geschrokken van wat hij zei op die Hollandse avond. Nou, er is waarschijnlijk een nieuwsberichtje over gemaakt en dat is gepost. En dat hebben mensen nog gelezen voordat ze naar de markt toe gingen. En letterlijk de woorden die Jesse tegen mij zei, kreeg ik gewoon teruggekoppeld op de markt. Ik denk van, ja, dit is fucking zieke shit. Praten. Ja. Dan vind ik dat walgelijk. Dat kun je niet over de rug van een maat kun je dat doen. Dat is onmogelijk. En laten we heel eerlijk zijn. Hij is nu ook met die muziek bezig en zo. Maar zonder mij had hij die kans nooit gekregen. Ik heb hem er altijd bij betrokken. Ik heb altijd gezegd van, joh, kom, het is ook jouw droom. Kom, laten we het lekker samen doen. Uiteindelijk neemt hij in principe alle shit over. Hij wil de leiding daarin nemen, enzovoort, enzovoort. Als ik daar... Dat laten gebeuren. Laten we daar ook denken. Ik heb dat laten gebeuren. Ja. En bijvoorbeeld de bellen en zo, dat maakt me allemaal geen fluit uit. Maar uiteindelijk als ik iets zeg, van joh, ik denk dat het anders moet, of weet ik veel wat, dan komt het, maar ja, maar. En dan zitten we in een eindeloze discussie. En ja, welke kant moet je dan op? Als je niet met elkaar daarover eens kan worden. Mijn mening wordt wiep, gewoon opzij geschoven. En uiteindelijk belanden we dan in een eindeloze discussie. En dan moeten we daar maar uitzien te komen. En dan moet één iemand water bij de wijn doen. En meestal ben ik dat. Omdat ik daar gewoon geen zin in heb. En dat eindeloze geneuzel. Nogmaals, we gaan een samenwerking aan. En daarom was ik ook echt heel erg kwaad om dat nummer van Kees. Joh, als je een nummer over Kees wil maken, vind ik hartstikke goed. En dat is je goed recht. Maar overleg het met mij. En plaats het niet als een mededeling. Ik wil daar niet een nagevoel ook bij hebben. Als een bepaalde samenwerking gewoon niet goed loopt. Of heel stroef verloopt. En dan denk ik van ja. En nu zit ik in een bepaalde... Een bepaald dilemma dat ik daar een bepaalde keuze in moet maken van ja, weet je, ik zit hier, dit gebeurt er allemaal, dat kan ik eigenlijk aan mezelf niet eens verkopen en dan zal ik mezelf weer wegcijferen omdat het maar de goede orde en de goede vrede bewaart. Ja, dat doe ik meestal altijd. Als mensen me dierbij zijn en van, oh ja, nee, dat is goed en ik laat het wel gebeuren, is prima en ik zeg er niks van en dan is het allemaal wel goed. Maar ja, uiteindelijk moet ik ook mijn eigen conclusies aan vastmaken. En moet ik soms keuzes maken. Ik denk van, nou, het had niet zo moeten zijn. Maar ja, het gebeurt wel. En dan moet ik hier een andere keuze op maken. En hoe hard die ook zal zijn, of weet ik veel wat. Of wat het ook teweeg gaat brengen. Maar ja, ik ben altijd wel iemand geweest die over zich heen heeft laten lopen. En altijd heb gezegd van, joh, is goed. En dan is het allemaal wel weer prima. En dan loopt het allemaal lekker vlekkeloos. Ik ben daar veel flexibeler in. En... maar dat kan niet in de finale. Dan zou ik mezelf wegcijferen, dan krijg ik later spijt. Moet je niet. En daar ben ik een beetje bang voor. Ik denk van, joh, ik kan het nu allemaal wel, nou, is goed. En nou, met de liefde de mantel gaan we het weer lekker eroverheen doen. En dan is het wel weer goed. En ik weet niet. En daar zit ik de hele tijd over te malen. Ik zeg van, ja, wat ga ik nu doen? Wat moet ik nou doen? In principe sta ik hier en ik moet links of rechts. Ja, dat klopt. En ik kan die keuze moeilijk maken. Want ik zit er steeds over na te denken. Van ja, maar als ik dit doe, wat gebeurt er dan? Als ik dit doe, wat gebeurt er dan? Maar ik wil ook voor mezelf opkomen. Dan moet ik naar rechts. Maar dan ga ik mensen wel kwetsen. Links. Ja, ik denk, je maakt nu op dit moment keuzes met je hoofd. Wat is het beste, weet je wel, daarin en wat dan ook. Maar ik denk dat je persoonlijk wel weet wat voor keuze je wilt maken. Alleen, het is gewoon heel lastig om te gaan doen. Ja, en met alle gevolgen verdien. Ja, maar Ger, wij zijn er ook nog, hè? Dat weet ik wel. Alleen, kijk... Ik heb zelfs tegen Hiss gezegd, ik wil dolgraag naar huis. Als ik jullie naar de finale kan brengen, dan blijf ik. Daar heb ik gisteren vannacht nog over nagedacht. Ik blijf om jullie dan verder te helpen. En dat is het hele probleem ook. En dan denk ik van, ja, weet je...
ik weet niet zo goed wat ik ermee aan moet. En daarom kon ik ook vannacht niet slapen. En ik zat me te woelen en ik zat te draaien. En toen ben ik me uitgegaan. Nou, daar heb ik even 3 paracetamol geklapt. En ik dacht van, nou, dan kan ik zo meteen lekker slapen. Nou, dat lukte dan wel. Maar ik zat alleen maar te denken. Alleen maar van, wat moet ik hiermee? En hoe ga ik dit doen? En zulke dingen. Mm-hmm. Weet je, en ik hou er helemaal niet zo van. Want ik ben er best wel gevoelig in. En zeker als mensen dichtbij me staan of dichtbij me stonden. Ja. He, bijvoorbeeld, dat zag je ook met de Shell. En daar heb ik het gewoon moeilijk mee. Ja, en met Lex heb je gisteren ook moeilijk gehad. Ja. Zeg ik ook, ja. Maar het is wel goed. En met Lex had ik nog niet eens die hele dierbare band. Maar ik zie wel dat het echt een hartstikke lief mens is. Ja. En dat zij, ongeacht dat het inderdaad een vreemde vogel is, vind ik ook, ze heeft ook een hele mooie kant. En die heeft ze ook laten zien in Utopia. En ze werd ook niet voor niks zo gewaardeerd. En, ja. En zulke dingen die spelen dan bij mij ook allemaal mee. Yo, ik kijk naar het totale plaatje. En ondanks dat een Lexie dan korter zit, ja, dan denk ik, dan moet je daar ook weer keuze. Ik vind het allemaal zo lastig. Maar het is wel mooi dat je die kant laat zien, hoor. Jawel, maar ik word er gek van. Van, ik weet mijn god niet wat ik moet. En dit is natuurlijk ook iets wat je nooit meemaakt om in de finale. En uiteindelijk wil je zelf heel graag de winnaar zijn. Maar dan moet je andere mensen wel een soort van wegspelen of niet. Of ga je voor de goede orde, ga je het niet doen. Er zit zoveel twists aan. Ja, dat klopt, dat is zeker waar. En, maar ik denk dat vooral de grootste teleurstelling bij jou zit gewoon op het moment dat de mensen die heel dicht naast je staan, of ze jou die titel wel of niet gunnen. Ja. Daar zit volgens mij de grootste crux in het hele gebeuren. En dat ga ik hem ook letterlijk vragen. Van joh, zou je het erg vinden als ik Utopia ga winnen? En dan ben ik heel erg benieuwd naar zijn antwoord. Ja. En dan let ik niet eens op de woorden die hij zegt, maar dan ga ik gewoon naar de mimiek kijken, ga ik naar de ogen kijken, dan ga ik naar de mond kijken, dan ga ik gewoon naar zijn lichaamshouding kijken. Want ik kan wel een gesprek met Jesse aangaan, maar 80% is politiek correct. Nee, je moet ook kijken naar die regels. En bijvoorbeeld als ik met jou praat, dan hoef ik daar niet eens aan te kijken, want jij zegt gewoon oprecht je mening en je vertelt je verhaal en hoe je erover denkt. Maar bij Jesse is dat gewoon niet zo. Jesse zal dat altijd weer heel mooi verpakken en die weet ook dat hij mij nodig heeft voor de finale, dat weet hij. Want als ik wegval, heeft hij een probleem. En daar is hij ook doodsbang voor. Ja, dus je bent mij ook bang voor? Ja. En laat ik daar heel eerlijk over zijn. Dat heeft hij compleet aan zichzelf te wijten. Want ik heb niet voor niks wekenlang geroepen van, joh, ik zal dat nooit doen. Nooit. Maar als je zulk gedrag tegen mij vertoont, ja, ik kan het niet zomaar over me heen laten komen. Dan zou ik mezelf tekort doen. En inderdaad, ik weet welke keuze dat ik eigenlijk wil maken. Maar ik weet het niet zeker. Nou, ik denk het wel. Alleen, je vindt het nog moeilijk om het aan jezelf te kunnen verantwoorden. Omdat je ook je eigen principes daarin hebt. En je hebt er, en dat is gewoon heel lastig daarin. Want je moet er deels van af gaan stappen. Of je moet er deels mee akkoord gaan wat er nu gaat gebeuren. Ja, dat is de situatie. En dat vind ik een hele moeilijke situatie. Ja. En daarom was ik gisteren ook even een uurtje weg. Want ik was zo... Ja. En dat doen ze wel. Ja. Ze maken er kostelijk gebruik van. Ja, ja, maar ik denk dat het er ook mee te maken heeft. Iedereen was echt, ook zelfs als ik even weg was of als Maris weggaat. Iedereen wou eigenlijk gewoon dat iedereen kwam helpen. Want iedereen was totaal kapot. Mm-hmm. Ja. En dat snap ik. Maar ja, dat was ook precies de reden waarom ik Merel aansprak op het gedrag. Ja. Precies dezelfde reden. Ja, is ook zeker, daar had je ook zeker een punt. En dat vind ik ook. Want dat weekend hadden we gewoon... we hadden elkaar gewoon nodig. Dat was het... Want het was op een bepaald moment gewoon... Het was wel zwaar. En als er dan ook nog mensen zouden wegvallen... Ja, dan was het bijna niet meer te doen. Nee. En laat ik heel eerlijk zijn. Men wist waar ik was. Ja. En dat was niet in bed. Nee. En... En daar word ik gewoon moe van. En zelfs... Ik was er weer. En toen was Merel... En hoe is het met je hand? Dus ze wist donders goed waar ik was. Wist ze? Ja, we dachten dat je bij de dokter was misschien. Mm-hmm. Dacht ik. Ja, en ze wist donders zo goed waar ik was. Of in ieder geval dat ik er niet was. En ik dacht dat je bij de dokter was. Totdat ik... Hè? Ja. Ja. Dat als ik het niet doe, dan gaat mijn kop rollen. En dat was van hele betrouwbare bron. Ik heb dat ook gehoord over jou. En dat speelt ook mee. Dan denk ik van ja... Ik kan nu wel de lieve Gerrit en alles prima en we kijken weer verder en we zorgen ervoor dat het allemaal wel weer goed komt. Maar
En Merel, die heeft al anderhalve week gewoon afstand van mij genomen. Heeft geen woord meer tegen me gezegd. Niks. Geen toenadering meer gezocht. Niks. En na dat gebeurde met Lex en Milena. Nul. Jessie zit alleen maar eigenlijk... Als hij iets tegen me zegt, is het alleen maar negatief. Alleen maar. Ja, maar doet hij niet alleen bij jou? Nee, maar... Doet hij ook bij mij. Na die discussie zei ik van de week tegen jou ook. Hij heeft geen woord meer tegen mij gezegd. Jij hebt nog hartstikke lief gezegd. Sorry Marisse. Weet je, met jou heb ik ook zoiets zand erover. Maar okay. Dat is nog een klein ding. Maar zij proberen me echt compleet naar beneden te halen. En, en waarom? I don't know. Ik weet het niet. Ja. Ik heb mijn eigen gedachten er wel over. Ja. Kijk, zij zijn ook niet blind. Ze zien ook dat er echt heel veel mensen naar me toe komen op de markt. En dat mensen mij ook hartstikke leuk vinden. En dat zien zij ook. Ja. En als ik een frietwagen schoonmaak, dan denk ik van oeh. Ja, het enige wat Gerrit eigenlijk niet heeft, is dat hij heel veel werkt. En dat hij inzet toont in met de dingen die hij doet. En dat zijn wel dingen waar men mij op kan pakken. Van ja, Gerrit is hier niet de hardste werker, verdient niet het meeste geld, enzovoort, enzovoort. En dat zien zij natuurlijk als voer om inderdaad maar even lekker te benadrukken om dat ook even naar beneden te halen. En dan vind ik dat gewoon niet fair. En laat ik heel eerlijk zijn van, ja, heel veel andere dingen hebben we hier ook niet meer te doen. Nee, dat zei ik ook tegen Jesse. Ik zeg, het is ook puur tijdsverdrijf. En je moet je voor kunnen stellen dat mensen altijd... Iedereen verandert hier. Je gaat andere dingen doen. Omdat het ook... Je moet ook je tijd invullen en wat dan ook. En Gerrit, hij zegt nu dit. Maar zo valt er over in ieder hier wat te zeggen over het feit wat je me doet. Want ik weet nog dat bijvoorbeeld... Ja, wat er over Brendan gezegd, hij gaat nu opeens met andere mensen om. Ik zeg, dat is logisch. Als je vrienden hier weggaan, moet jij andere contacten gaan. Natuurlijk. Ga je bij andere mensen hangen. Ja. Ja. Het is toch een heel logisch gevolg van het hele gebeuren daarin. Als jouw werk wegvalt en wat dan ook. En in bed liggen, bijvoorbeeld, ja, maar sommige mensen liggen lang niet meer in bed. Ja, misschien hebben ze daar geen zin meer in. Misschien zit hun hoofd te vol en willen ze gewoon hun tijdsverdrijf zoeken in allerlei andere dingen om te zorgen. Iedereen gaat hier andere dingen doen, puur om het feit van je hoofd wordt leeg, er hangt hier zoveel spanning over het hele terrein heen. Iedereen maakt andere keuzes. Dat is hetzelfde dat je met andere mensen omgaat omdat je vrienden wegvallen. Je kan het ze niet verwijten. Nee. Omdat het zo is. En tuurlijk, en andere mensen kiezen er ook inderdaad in het finale omdat ze een bepaald beeld van hun neer willen zetten. Ja, je kan het ze verwijten, maar het heeft niet zo heel veel, want het is een vrij logisch gevolg van het hele gebeuren. Je kan alleen zeggen van, joh, dit past niet heel erg bij het feit van wat je daar hebt gedaan. Dat mag mensen er ook van vinden, want ja, dat is dan misschien ook wel zo. Maar het zegt, sommige acties van mensen, dat wil ik eigenlijk zeggen, die zijn hele logische gevolgen namelijk van het feit wat hier verder gebeurt. Mm. Als jij niet meer kan bouwen, dan ga je andere werkzaamheden doen. Want je moet toch wat doen. Ja. Als jij niet, als jouw vrienden hier weggaat, ga je contact met andere mensen zoeken. Omdat je niet zelf alleen op een stoel gaat zitten en maar gaat wachten totdat het over is. Weet je, dat zijn hele logische dingen. Als jouw bepaalde dingen in je dagelijkse bezigheden, in je daginvulling vervallen, dan ga je op zoek naar andere dingen. En dat kan je een ander niet kwalijk nemen. Nee, denk ik ook niet. Alleen wat het probleem is wel, er is steeds minder te doen. Er zijn steeds minder mensen. Dus moet je steeds... En dat is ook een beetje een soort gunfactor wat je de ander daar ook in gunt. En hoe je daar verder naar kijkt. Ja, dat is ook het hele ding. En dan vind ik dat niet fair dat dan tegen mij wordt uitgespeeld. En dan heel groot wordt gemaakt van dat hij daar echt urenlang over doorgaat. Is hetzelfde bijvoorbeeld, nu willen we allerlei groepsactiviteiten. Er zijn mensen hier die zich nooit bezighouden hebben met groepsactiviteiten. Nee. Maar gaan dat nu wel doen, omdat er ook niet meer zoveel te doen is. Dan kan je zeggen, nou, ik heb je daar nooit mee bezighouden. En wat is dat voor belachelijke gebeuren? Omdat andere mensen dat op dat moment dan wel belangrijk vonden. Dan kan je daarover zeuren. Maar je kan ook denken van, ja, het is vrij logisch. Want ja, je hebt ook niet meer zoveel te doen. En je wil het toch nog een beetje gezellig met elkaar hebben. Dus ga je kijken naar andere mogelijkheden daarin. Ja, denk ik ook. En ik maak me daar niet eens heel erg druk om. Ja, maar iedereen is bezig met beeldvorming hier. Want iedereen wil goed op die kaart staan. Dat is hetzelfde toch als er nu wat lelijks over mij gezegd wordt. Waar ik niet achter sta, wat ik nooit heb gezegd. Zou ik er ook met de sneer overheen gaan. Van ja, potverdrikken, zo wil ik er niet op staan. Hmm. Want Jesse zegt letterlijk vanochtend, en dat is zeker waar, hè, de laatste paar maanden wordt het meest van je onthouden. Want wat jij een jaar geleden hier in Utopia hebt gedaan, weet menigeen niet meer. Nee, dat is echt zo.
Als jij nu aan mensen vraagt dat wij in het begin de financiën hebben gedaan en hoe wij druk daarmee bezig waren, hoe lang ik eigenlijk de financiën heb gedaan. Ik wist het geen eens. Nee. Ik wist het geen eens. Nee, echt niet. Wist niemand. Boodschappen bijvoorbeeld, of dat ik in het begin bijna alle evenementen presenteer, zo sta ik helemaal niet meer op de kaart. Ja, klopt. Is ook zo. Ik denk dat mensen zich ook niet meer kunnen herinneren dat jij het 100 dagen feest hebt gepresenteerd. Nee, wist ik ook niet meer. En dat jij presentator in het begin nog wou worden toen Jesse binnenkwam. En dat je toen de markt ging presenteren. Dat zijn dingen die mensen helemaal niet meer weten. Dus mensen zijn heel duidelijk bij van hoe kom ik over op tv? Nou, niet iedereen. Nou, echt onbewust, maar is iedereen daarmee bezig? Want uiteindelijk loop jij die poort uit en wil je dat mensen jou waarderen op wie jij bent en wat jij doet. En wil je straks weer aan het werk. En dat heeft heel veel te zeggen. Ik las toevallig vandaag weer het nieuws en dan zie je weer dat Expeditie Robinson, daar weer mensen in meespelen. Die worden eruit en die worden overvloeid door haatberichten en over de manier hoe zij zich daar op televisie hebben gedragen. Je hebt je letterlijk blootgegeven aan heel Nederland. Ja. En het is wel de bedoeling als je straks weer buiten komt, dat je weer aan de bak gaat. Ja, en dat mensen je waarderen wie je bent. Het zal allemaal reuze meevallen, maar iedereen is daar onbewust mee bezig. Dan kan je me niet wijs maken dat niemand daarmee bezig is. Geloof het niet. Iedereen wil straks naar buiten en wil kansen hebben en wil gewoon wil daar goed bij staan. En onbewust maak je daar altijd zorgen over. Want je geeft je hele hebben en houden bloot hier in Utopia. Dat is waar. En het is logisch. Het is hartstikke logisch. En de andere kant is het ook dat mensen en iedereen stiekem gunt zichzelf ook die titel van hoe of wat. Dat is, ik praat er niet hard over, maar ik gun het mezelf ook. Ja, meneer, maar daar heb ik het met jou al vaker over gehad. En ik gun het Gerrit ook, maar ik gun het mezelf ook. Ja. En ik gun het jullie allebei. Ja, en zo heeft een ieder dat hier. En ik gun het aan de andere kant ook een Brendan, waar ik bijna niks mee heb. Maar die jongen zit hier ook vanaf het begin en dat wordt wel heel erg vergeten. Sorry, maar het is wel zo. Ja, en dat is het in ieder. Kijk, en uiteindelijk weet je om wat mensen misschien dat je er een lange, dat je hier wat korter zit, dat de kansen misschien kleiner zijn. En omdat mensen die hier lang zitten misschien daar ietsjes meer mazzel mee hebben, omdat je al meer, je bijdrage is groter geweest aan het hele geheel, om het maar zo te zeggen. Ja. Maar niet het feit van dat je er geen recht op hebt. Iedereen heeft daar recht op. Iedereen heeft er recht op, ja, tuurlijk. Van hoeveel, ik hoef het niet, maar dat spreek ik gewoon heel duidelijk uit. Ja. Omdat ik zelf vind dat ik daar niet recht genoeg voor heb, omdat ik hier te kort zit, zeg maar. Ja. Dat is mijn eigen gevoel. Maar dat weet iedereen ook wel. Maar goed, weet je, en het is gewoon. Ja? Ja, ik ga verroken, want volgens mij komt die meer onderaan zo. Ja, het is echt. Ik had niet verwacht dat het me allemaal zo zwaar zou vallen. Ja, maar dat is logisch, Ger. Dat is echt logisch. Want jij hebt best wel. Nou. Je hebt de laatste tijd veel over je heen gehad, hè, Ger? Dat moet je ook niet vergeten, hè? Ik weet nog altijd, alle gesprekken die wij hebben gevoerd altijd is, dat ik altijd wel een beetje merkte van, goh, weet je wel, waar zit de waardering in wat ik doe? Want je hebt best wel heel veel dingen wat niet zichtbaar is voor mensen gedaan. En dat is niet altijd natuurlijk. En bij een aantal mensen is het natuurlijk altijd heel duidelijk naar voren gekomen wat zij hier hebben gedaan. En soms is dat ook wel eens oké, dat ook belicht mag worden. En dan mag je ook wel voor jezelf eens een keer van, hey jongens, dat is prima, maar ik heb me ook altijd voor jullie ingezet. Mm. En het werd altijd over dat het altijd voor Gerrit moest ingezet worden. En dat het Gerrit, weet je wel, het hier was. En dat is niet altijd waar. Jij hebt ook veel voor hun opgevangen. Vergeet dat niet. Ja, klopt. En ja, ook aan de successen van de verkoop van bepaalde producten. Ja, alles. Heb ik ook heel veel ingezet. En je hebt ook op hele onzichtbare momenten, wat mensen niet weten, heb jij heel veel voor Utopia betekend. Hmm. En normaal gesproken interesseert mij dat niet zoveel. Want ik doe dat niet voor niks ook onzichtbaar. Want ik hoef daar echt totaal de credits niet voor. Alleen de credits hoef ik daar niet van het Nederlandse publiek. Hoef ik daar niet voor. Alleen wel de waardering voor de persoon voor wie ik het doe. Ja. En daar zit dat hele kleine verschil. En dan vind ik het gewoon niet fair dat ik dan in zo'n slecht daglicht word gesteld. En ik vind, ja, dat kan ik ook niet aan mezelf verkopen. Want als ik 0%, als ik vanuit mezelf had gedacht van, joh, ik verdien de titel ook niet, dan had ik dat ook echt eerlijk gezegd. Ik dacht van, nou, jongens, ik heb allemaal dikke prima. Jullie hebben alles veel beter gedaan dan ik. Dan heb ik geen recht op de titel. En als ik dat dan zeg, en dat ga ik dus zo meteen ook even zeggen, dan krijg ik waarschijnlijk de respons van, maar waarom denk je dat je die titel verdient dan? In godsnaam, waar zou je dat aan verdienen? En dan begrijp je het volgens mij niet helemaal.
Of hij begrijpt het wel, maar hij wil het niet begrijpen. En dat is natuurlijk ook een stukje onzekerheid, een stukje angst. Waarschijnlijk ook vanuit hun, want zij zijn doodsbang. Ze zijn doodsbang. Maar dan, als je doodsbang bent, moet je niet dit laten zien. Of dan moet je niet mensen gaan laten vallen die er altijd ook voor je hebben gestaan. En bijvoorbeeld, hè, dan refereren ze altijd op de keuzes van ja, maar met die kist en dit en dat. Ja, sorry, maar ik moet daar ook een bepaald gevoel bij hebben en dat het goed zit. En misschien had ik achteraf gezien ook een andere keuze moeten maken. Maar ik heb die keuze op dat moment gemaakt. En dat is ook de hele show van dat hele ding. Van je moet op korte termijn een keuze maken. En of die nou heel erg goed doordacht is of niet, of weet ik veel wat, of je alle belangen hebt meegewogen. Ja, dat is gewoon zo. En daar wordt heel veel aan teruggerefereerd. En vooral die kisten, dat is echt een heel groot heikelpunt. En dat ik in plaats van Milena op Lex heb gestemd. Komt heel vaak terug. Omdat ik hun dan genaaid heb. Maar zo zie ik het zelf niet. Want ik kijk heel objectief naar die hele situatie. En dan denk ik van ja, wat zou ik het prettigst vinden? Van joh, ik zit hier net en ik kan niet eens aan mijn dierbare laten zien waar ik heb gezeten. Dat vind ik echt niet fair. Dan kies ik daar liever voor. En achteraf gezien, ja, aan Kees bijvoorbeeld, die doodziek is. Ja, dat had ik juist ook wel gegund. En Maris ook. En dat zijn dan die dingen waar ik niet 1, 2, 3 jaar over na had gedacht. Mm-hmm. Maar later wel. Dan denk ik van ja, dat is... En Kees is hier natuurlijk ook geweest. En is hier nog een keer geweest. Dus uiteindelijk is dat ook goed. He, is dat in principe heel mooi afgesloten. En is dat echt een hele mooie kans dat Kees hier nog een keer is gekomen voor Jesse en Merel. En daar ben ik hartstikke blij mee. En dat het niet allemaal te laat is. Want ik had, he, wat ik toen ook tijdens jou, of met jou had, wat ik tegen jou zei toen destijds. Van ja, ik zou het niet over mijn hart kunnen verdragen dat Kees in één keer komt te overlijden. En dat zij Kees niet meer kunnen hebben gezien. Ja. Dat zit ook een beetje, denk ik van oeh, dat zit me ook niet helemaal lekker. En dan ben ik wel blij dat Kees even is geweest om even weer een beetje toelichting te geven hoe en wat. Maar ja, het wordt me wel verweten. Dat ik een matenaaier ben, enzovoort, enzovoort. Maar ja, heel eerlijk gezegd, zij doen het op een heel andere manier. En dat vind ik absoluut niet fair. Terwijl ik altijd de goede intenties en bedoelingen heb gehad. Maar weet je wel dat zij dat dus vanuit hun waarheid ook zo zien, hè? Wat? Nou, zij zullen zeggen van ja, maar we zijn teleurgesteld in Gerrit en blablabla. Ze hebben ook bepaalde waarheden in hun hoofd aangenomen waarom zij die bepaalde keuzes hebben gemaakt. Dus... probeer wel dat je daar geen gelijk in gaat krijgen, wat dan ook. Dat ga je niet krijgen. Nee, natuurlijk niet. En dat weet ik ook. Alleen ik weet wel vanuit mezelf dat de intenties goed waren. Ja. En dat vind ik het allerbelangrijkste. En het enige wat ik kan doen is dat overbrengen op hun. En als het er niet in komt, komt het er niet in. En dan ga ik het er niet in hameren. Dat vind ik bullshit. Want dat is je eigen waarheid die bij je zit. En dat zijn je eigen dingen die je heel belangrijk vindt. En je eigen conclusies uittrekt. Maar de intenties waren altijd goed. En ja, ik kan het niet iemand opdringen. En ja, wat jij ook al zegt, van ja, ik heb altijd mijn best voor ze gedaan. Ja. Ondanks dat ik hier niet op de voorgrond hoef te staan van... moest kijken hoeveel dat ik verkoop, of moest kijken wat ik dit doe... of moest kijken wat ik voor de groep doe. Dat interesseert me allemaal niet zoveel. Uiteindelijk, de mensen die mij dierbaar zijn, daar wil ik voor rennen en vliegen en draven... en daar wil ik allemaal wat dingetjes voor doen. Dat vind ik hartstikke prima. Maar ik hoef niet die credits van dat ik een grootverdiener ben, of weet ik veel wat. Dat vind ik allemaal van die loze dingen. Maar ja... Maar wees wel heel voorzichtig met Frenny. Want die zit nu in twee sloten. Ja, klopt. En die is daar heel kwetsbaar voor. Ja, dat weet ik. Nou, waarom denk je dat Jesse er als een mug bovenop zit? Daarom, maar ik probeer voor jezelf wel te bedenken wat voor keuze je ook gaat maken. Probeer ook aan haar daarin te denken wat je daar verder mee wil. Hoe bedoel je? Nou ja, je moet daar wel over nadenken. Als zij is wel, jij bent close nu met haar. En welke keuze zit daar ook in? Want weet wel dat haar beste vriendin hier op het terrein Merel is. Mm-hmm. Dus ongeacht wat Lex, wat Milena, weet ik veel wat er is... probeer daar wel goed over na te denken. En probeer wel ver naar haar toe daarin te zijn. En probeer wel te kijken van ja, wat ga ik daar dan mee doen? Want zij gaat als welke keuzes jij ook gaat maken... zij komt in een hele lastige... ze zit eigenlijk al de hele tijd in een lastige positie. En ik denk ook... Maar dat is ook wel een beetje aan haarzelf te wijten. Ja, is ook heel veel ook zelfs, Ger. Maar weet wel,
Ze kan er moeilijke keuzes in maken. Ja, maar en weet ook welke schijn jij daarin hebt. En kijk daar ook even goed naar. Begrijp je wat ik bedoel dat te zeggen? Probeer daar wel gewoon... ver mee om te gaan. Ja, maar ook voor jezelf. Dat je... en ook voor jezelf daarin te kiezen, maar ook naar haar toe, weet je wel. Probeer wel te kijken van ja, wat moet ik hier dan mee? Want dit wordt heel lastig. Als jij straks, bijvoorbeeld daarvoor kiest. Ja, dan moet je wel daarover nadenken hoe je er dan op met hoe je dat ja. Wat zij daar verder in is. Want Milena trekt natuurlijk nu ook naar Frenny toe. Nu, nou ja, je weet allemaal hoe het zit. Ja. Maar ja, Frenny heeft gisteren ook gezegd van. Want Milena wil voorlopig nu ook niet weg. Nee. Nee, klopt. En bijvoorbeeld een... ik zal ook altijd strijden voor mensen die goed voor mij zijn geweest. Okay. En laat ik heel eerlijk zijn. Ik heb gisteren ook opheldering gevraagd bij Milena. Milena had een briefje van Jens gekregen. Ja. En daar stond iets in dat ik dacht van... oeh, daar mist iemand. Dat was jij. En dat wou ik even weten. Want... het gerucht gaat dat Jesse Milena ook wel graag in de finale ziet. En waarom? Omdat het lekker makkelijk is. Van hè, is niet een hoogspringer, is zeker niet. Boeit het allemaal niet zoveel. En die gaat ook niet echt 100% voor de titel. En dat betekent dat zij die stemmen niet gaan vangen. Dus eigenlijk zit je met vier mensen op de bank. Zal ik altijd voor je strijden? Altijd. Meer dan voor de Jesse. 100%. Mm-hmm. Omdat ik vind dat jij het verdient. Mm-hmm. En daarom was ik gisteren ook zo kwaad. Want als dat dus zo is, dat jij uitgekwieberd wordt, dan ga ik niet mee akkoord. Ja. Gulletjes. Ja, weet je. Weet dat? Ja. En ja, dat is gewoon zo. En daarom heb ik daar zo'n groot vraagteken bij, Hiss. Want de transparantie is nul. Ja. Ik weet niet wat zij willen. En dat komt er ook niet uit. Nul. En ik zou het echt... ik zou het niet ver vinden als jij er uiteindelijk uitgewieberd wordt. Maar die kans is wel reëel. Ja, dat weet ik. En dat wist ik eigenlijk, dat voelde ik al een beetje aankomen. En hou dat alsjeblieft in acht. En doe je eigen ding daarmee. En uiteindelijk heb ik ook altijd gezegd... van, joh, ik leg het vertrouwen bij jullie neer. Als jullie beschamen, is dat prima. Dan is het zo. Ja. Maar dit is wel een kans die jij vanaf het begin in het schoot hebt geworpen gekregen. Je mocht het programma starten. Dan moet je er ook bij ervoor zorgen dat je ook het programma mag afsluiten. Ja. En in welke trend dat is. Als je bij de laatste vijf dat je de winnaar bent. Zorg ervoor dat je in ieder geval die eer voor jezelf pakt. Ja. En die situatie zit ik nu ook. Nee, van, ja, weet je, ik kan nu wel zeggen van joh, alles is prima. En als ze mijn vertrouwen beschamen, dan is dat ook zo. En joh, dan ga ik lekker naar huis. En dan ga ik lekker weer naar Groningen. En dan is dat het verhaal geweest. Ja. Maar ja, aan de andere kant denk ik ook van ja, dan doe ik mezelf tekort. Ja. En heel eerlijk gezegd vind ik dat ook bij jou. Ja. Jij denkt daar ook heel makkelijk over, maar... Nou, weet je wat het is, Ger? Ik wil niet de finale spelen door vieze spelletjes te spelen. En dat is wat ook het reden waarom ik me emotioneel maak. Omdat ik het gewoon... Ik had het niet verwacht dat het op dat punt zou komen. Want dat het smerig gespeeld gaat worden. Dat we mensen gaan wieberen omdat we bang zijn dat we anders de pot niet binnenkrijgen. Of dat we wat dan ook. Ik had gehoopt dat het, en waarschijnlijk is het niet zo. Dat het dat gewoon ook gekeken wat van goh, met die mensen zou ik in de finale willen staan. Want dat zijn de mensen die zich in mijn ogen, want ieder denkt er anders over, het hardst voor Utopia hebben ingezet. Mm. Of een goede bijdrage hebben geleverd. Of gewoon hier hebben laten zien. En iedereen heeft daar zijn eigen goaltjes aan wat hij belangrijk vindt hier voor Utopia. Dat mag iedereen lekker verder zelf weten. Maar ik vind dat ik knijterhard hier altijd in heb gezet voor iedereen hier. Hè? En er wordt steeds meer gezien, hè? Ja. Vergeet dat ook niet. Ja. Absoluut niet. En dat vind ik gewoon, ja, en als Jesse daardoor denkt van nou, dat kind moet wieberen, want ik heb liever Milena erbij, want dat maakt mijn positie beter. Ja, dan... ik heb tegen hem gezegd, ik zou het een dikke grote naaistreek van hem vinden, als hij dat flikt.
En dat zijn ook de dingen die ik heel erg lastig vind. Ik denk van ja, ik stond er ook zo in. Maar joh, ik wil mensen in de finale hebben die het elkaar gunnen en die ook iets hebben betekend voor Utopia. En inderdaad, daar hoort een Jesse ook bij. Vind ik 100%. Geen woord aan gelogen. Maar als ik het niet eens ben met hoe het gaat en hoe die spelletjes worden gespeeld, dan trek ik daar ook mijn eigen conclusies in. En ik ben daar net wat tactischer in dan jij. Dan zorg ik ervoor dat dat niet gebeurt. Kijk, ik kan dat wel. Ik kan dat zeker. Maar je wil het niet. Nee, ik wil het niet. En dat is het probleem. Want ik wil straks die poort uitlopen dat ik daar trots op ben op wat ik doe. Mm-hmm. Ja. Maar zou je trots zijn als iemand... Nee, daarom. Ik moet daar ook goed over nadenken. Dat is ook de afgelopen dagen waar ik ook echt best wel over nadenk. Van ja, en als het nu echt klopt. Want ik heb net dat briefje dus van Milène gelezen. Dan wordt het heftig. Want als dat klopt wat daarin staat, ja, dan is het kut. Ja. En dat is ook precies waar ik nu mee zit. Van, ik wil het niet. Omdat ik, dat zit ook niet... Ik heb iets uitgesproken en daar wil ik achter staan. Daar wil ik achter blijven staan. Ik heb altijd mijn woord aan iemand gegeven. Ja. En ik kom nu ook op het punt denk van... Godverdomme, dan heb ik dat geroepen. Maar niet met de weet dat het zo gespeeld gaat worden. Ja. En dan ga ik daar een stokje voor steken. Ja. En met alle consequenties van dien. Want waarschijnlijk Richman en Toffe Tony... Ja, dat wordt wel een dingetje. Ja. En terwijl ik dat wel heel erg lief heb. En dat ik dat fantastisch vind. Ja. En ook om samen met Jess te delen. Ja. Alleen, uiteindelijk zitten we nu hier, moeten we hier dealen met de situatie. Nu moeten wij iets wat best wel belangrijk is in de afgelopen jaren, hè, een anderhalf jaar dat wij hier hebben gezeten, dat wil ik ook mooi afsluiten. Ja. Want laat ik heel eerlijk zijn, als we hier later op terugkijken en we hebben er wel alles aan gedaan om zo ver mogelijk te komen, dan kun je daar trots op zijn. En ik kan het me niet over mijn hart verdragen als ik dan vanuit mezelf beredeneer dat ik de lieve vrede wil bewaren en dat ik er uiteindelijk uitgewieberd word omdat het het beste is voor een aantal andere mensen. En dat ik daar later dan op terugkijk van ja Gerrit is vroeger genaaid in Utopia en daarom is hij als zevende eruit gegaan of zo. En dat kan ik niet, dat wil ik niet. En normaal gesproken zou ik zeggen van joh, is prima en ja, zo loopt het nou eenmaal. Maar ik wil daar eens een keer wat verandering in brengen. Want ik heb al heel vaak hier buiten ook over me heen laten lopen en zeg van joh, is prima en ja, het is een spel. En dat wil ik niet. En ja, ik wil het ook niet, maar het spookt wel in mijn hoofd. En dat is gewoon puur ter bescherming van mezelf, ter bescherming van jou en ter bescherming eigenlijk van het spel. Want ik denk als Merel er alleen voor staat, dat echt veel minder gaat worden. En mocht het niet zo zijn, wieper ik die er ook gewoon uit? Want, sorry, maar ik... Laat ik daar heel eerlijk over zijn. Het moet wel ver verlopen. In ieder geval dat we het elkaar gunnen. En als dat niet het geval is... Ja, wat moet ik er dan aan doen? Ik laat me er zelf niet uitwieberen. En ik laat jou er ook niet uitwieberen. En als ik daar weet van heb, ja dan... Al gaat mijn eigen kop kosten. Of ga ik het Nederlandse publiek overheen. Het interesseert me niet. Uiteindelijk wil ik wel voor mezelf staan. En wil ik de keuzes goed maken. En dat ik daar goed mee om kan gaan. En ondanks dat ik mensen daarmee kwets. Het doet mij ook pijn. Maar ja, als de situatie zo is, dan is het zo. Soms moet je lastige beslissingen maken en keuzes maken. Mm-hmm. Ja, dat is waar ik de laatste tijd ook een beetje mee in mijn hoofd zit. Ja. En zeker al sinds het weekend. Ja, het is... fucking heftig allemaal. En dat had ik ook niet verwacht. Ik dacht ook van, joh, we gaan gewoon lekker la. En dan staan er gewoon 5 representatieve mensen. En ik ben bang dat het anders gaat lopen. Ja, gaat zeker gebeuren. En dat wil ik niet laten gebeuren. Maar ja, aan de andere kant zit ik wel een beetje van, ja, het zijn allemaal aannames die ik maak. En dat zijn allemaal dingen waar ik bepaald onderbuikgevoel bij heb. Maar mag ik er wel vanuit gaan van als ik dat een beetje heb. Denk van oeh, hier zit iets in snor. En dat roep ik al weken. Dan is daar meestal ook wel iets aan de hand. En ik heb dat niet zomaar. Er zit een bepaald gevoel bij. En ik zie dat. En een mimiek, houding, communicatief. Ik merk dat. En het liefst wil ik daar gewoon gedegen onderzoek naar doen. Van joh, even horen wederhoor toepassen. Van joh, hoe zit dit dan? Hoe zit dat dan? En weer leggen enzovoort enzovoort. Maar ja, dat is dus niet de finale. Want uiteindelijk moet je dus keuzes maken op gevoel. Ja. Want je kan niet alles overdenken. Daar heb ik dus gisteren ook een heel gesprek met Milène over gehad. Je moet je kan het allemaal niet beredeneren vanuit je hoofd. Dat is onmogelijk. Want je komt op een gegeven moment kom je tot de helft. En dan kun je niet verder. Ja.
En wat ik ook al zei, als ik dat allemaal hoor op de markt, en het zijn niet één of twee of drie mensen, het zijn echt tientallen. En dat is gewoon gedegen onderzoek. Als tientallen mensen hetzelfde zeggen, echt precies hetzelfde. Laat je niet ondersneeuwen, laat dit niet gebeuren, want het gaat je kop kosten, pop, pop, pop. Dan zit daar een kern van waarheid in. Als minimaal 60 mensen dat tegen mij zeggen. En ja, dan is er risico dat je neemt. Het zij zo. Het is moeilijk, het is lastig, maar... Waar we het laatst ook over hadden. Milena wordt er ook gewoon echt bijgehouden. Omdat het lekker makkelijk is. Hè? Ja, zeker. En Dylan die geeft aan van, joh, ik wil naar huis. Ja. Dat wisten we ook allemaal. Nou, die gaat lekker naar huis. Alexandra zegt, ik wil naar huis. Een dag van tevoren. Of in ieder geval diezelfde week nog tegen mensen. Ja. Wordt op de bank gezet. Ja, dat is de reden waarom hij de kop heeft verkost. Ja. Ja, en gaat naar huis. En Milena geeft het al maanden aan. Ja. Maar gaat niet naar huis. Nee. Dat zij gezien wordt als een redelijk stabiel meisje. Van, en boeit er allemaal niet zoveel moorden, houden we deze hier lekker. Ik denk wel dat Lex ook de stem op Jesse heeft gegeven. Hè? Dat is natuurlijk not done. 100%. Not done. En daarom is ze ook gewieberd. En achteraf gezien had ik misschien ook een andere keuze moeten maken. Had ik Lexie ook liever willen houden. Maar daar zat ik gisteravond over na te denken. Maar ja, in principe maakt het niet zo heel veel uit. Want Milena vervult de rol van Lex. Die gaat het tegengeluid geven. Ja, als ze zich aan het woord houdt, wat ze nu zegt wel. Ja. Je zei, die staan vast. Ja. Die staan vast. En uiteindelijk is het dan ook de keuze, want ik zit er ook over te nadenken. Ik zit erover te malen. En jij ook niet? Nee. Dit is echt niks voor mij. Nou... Kan het wel, maar er zitten heel veel ethische dingen voor mij aan vast. Ja, die ik heel lastig vind. Ja. En, maar joh, ik kan op zich wel... Maar hier, alsjeblieft, kies voor jezelf. Ja. En dat zeggen mensen al maandenlang tegen je. Ja. Alsjeblieft, doe nou ook iets voor jezelf. Ja. En al heb je dat je hele utopia tijd niet gedaan, doe het nu. Ja. Want als ik het niemand gun, ben jij het echt... Weet dat echt, je verdient het. Dus alsjeblieft, ga erover nadenken en maak je eigen keuze daarover. En wat die keuze ook zal zijn. Ja, nou ja, als die keuze wel wordt gemaakt, dan... Zorg niet dat je te laat bent. Nee, maar weet je, dan is het wel, dan moet het body krijgen. En dan wordt het wel smerig, hè? Je weet dat wel. Ja, en het probleem is... Want de hel breekt los. En dan moet je echt sterk staan. Hmm. Als dat gaat gebeuren. En ik kan dat wel. Dat is maar jij bent daar veel gevoeliger voor. Ja. En weet dat wel. Ja, dat weet ik. Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de reactie van Lex. Toen Jesse naar Lex toe ging. Dat is niet heftig. Maar ik ben er heilig van overtuigd. Samen staan we sterk. In de zin van... Een vriend zit er ook over na te denken. Maris heeft het ook wel eens geroepen. Nou, ik geloof nou, die niet doet, dat Maris... Die doet het voor ons zeker weten, dat weet ik zeker. Als er meerdere mensen dat doen, hij kan niet iedereen gaan shamen. Want uiteindelijk ligt die bal bij hun. Kijk, als ik... Ja, maar hij zal de kwetsbaarste pakken bij. En hij weet donders goed hoe hij dit spel speelt, hoor. Hij zal de kwetsbaarste mensen daar... Maar dan is het juist belangrijk om daar backup op te leveren. Ja. Joh, ik doe al niet anders. Ik doe al 17 maanden het precies hetzelfde. Ja. Ik probeer alleen maar iedereen's back te redden. En ik ga me er ook mee bemoeien. En ik ga het ook doen. En als een friend het doet, als jij het doet, als Maris het doet... Dan kan hij niet zeggen van... Jongens, dit is pure onzin. Dit is bullshit. Wat jullie nou doen... Wow, dit kan niet door de beugel. Dat kan niet. Want als heel veel dierbare mensen dat doen tegen hem, dan heeft hij het compleet aan zichzelf te danken.